Hallo kijkers, bovenbeschermers, welkom bij een nieuwe serie. Het is vandaag weer Skyblock, alleen op de nieuwe server, namelijk DodoCraft, zoals jullie hier kunnen zien. En ja, we beginnen weer helemaal van voren aan met... mij, oftewel Wessel, Frederik, P3. Ja, hij is er vandaag jammer nog niet bij, maar hij zit wel langs mij, dus hij kan gewoon alles horen wat ik zeg. En jullie kunnen hem ook horen als het goed is. Ja. Dus we gaan gewoon tips van Wessel krijgen bij deze Skyblock. Tot na de intro. Proberen het beste van deze server te horen natuurlijk. Heel saai nou, ik ben gewoon de boom aan het opmaken. Maar nu kunnen we al gaan beginnen. Oké. Okay. We gaan een uitdaging doen, Wessel. We gaan proberen deze koe te laten leven en dit bordje te laten staan. Oké. Okay. Klinkt als een plan, niet? Klinkt als een plan. Oké, zo. Dan gaan we deze maken. Oh. Zo. Zo. En houd het pik. Ik haal de lava eerst weg. Kom eruit! Wat een beest. Ja, ik ga Wat doet hij nou allemaal? Wat een tripping beest dat je bent. Jongen. Nou, ik zoek maar één ding. Dat is veilig. Daar gaan we in ieder geval geen last meer van hebben van die lava. Koe, jij moet even normaal weg. Ik wil je nog een langer in leven houden dan vandaag. Hey, sapling! Yay! Beste begin ever! De sapling in je chest. En dan hang ik nog een hele boom. Die komt wel goed. Oké, dan gaan we weer hier staan en dan gaan we kobbels verzamelen. Ik wil die koe zo snel mogelijk veilig stellen. Zo, dan hebben we ook genoeg aan. Dan pakken we twee sticks. Dan pakken we... een stone pickaxe. Oh ja, weet je wat trouwens ook kloot is? Als je nou van dit bos geen zaadjes krijgt. Dat zou ik wel best even uitbreiden met deze team. Oké, gewoon zo ver mogelijk. Zo. En dan laten we daar even ondertussen gras op groeien. Koe, ik wil je echt niet dood hebben ofzo hoor. Maar ik ben al helemaal dood zelf. Klontjes. Daar eentje neer en daar eentje. Zo onze ruimte weer verlicht. En dan gaan we even kopsen maken. Weet je wat trouwens ook een hele goede tactiek is? Als je honger hebt. Van de wereld afspringen. Nee. Dit te doen. Met je laatste bonenmeal van de wereld afspringen. En dan slash SB en dan shit. Kluts. Oh shit. Nou, denk je sapling dan? Sapling zit in de kist. Oh, sorry. Daar ging mijn boom niet om. Ja. Oeps, er zijn geen zaadjes voor ons, dus dat betekent de komende tijd geen wiet. Maar op zich is dat niet heel erg. Tenzij je die koe wil lokken. Drie koppel, dus we kunnen zo'n pickaxe maken. Kijk nou dat... hij is gewoon aan het zoenen, hè. Hij wou gewoon even dat intieme momentje. Dat wou hij gewoon. Kom man. Vond hij gewoon app. Ga
gaat hij even met zijn neus gaat weer zo doen. Als je maar niet even in de lama. Je gaat gewoon niet in de val, jongen. Hoop ik. En ik ook. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe ik de lava moet maken. En we hebben al de 3.8 zelfs. Ik weet wat dat betekent. Een oven. Ja, dat heb ik ook al. Eerst even testen hoe ik een lava bucket moet maken. Oh, weet je wat ik ook wil? Even dit. En dan... Oh, dat is hier nog eeuwig onderwaar. Ja, dat klopt. Maar kijk, nou kan ik door blijven hakken en dan hak ik niet het blokje eronder kapot. Dat is het. Ja, daar is over nagedacht. Als ik 20 heb, dan ga ik even ons eiland uitbreiden. Viel die nodig? Hij viel niet af. Aan de andere kant. Oké, even kijken. Zo. Stone slabs. En dan... Het kan natuurlijk ook zijn deze woorden verkeerd plaatst. Net zoals ik. Dat ze ineens zo gaan beugen. Jij bent hier wel echt een expert, hè? Ja, dat weet ik. Oh, het is maar even om het eilandje groot te krijgen en we hebben toch op zich oneindig cobblestone. Cobblestone is echt iets wat je nodig hebt op het begin. Ik zie hier zand onder zitten. Dat is hier ook. Kijk, en dan hebben we dit. Val alsjeblieft naar beneden, oké, dank je. Oh ja, wacht. Ik moet naast het plaatje. En dat hoeft niet eens op zet. Zo. Oh nee. Ik kan ook naar de deur. Zo, beter dan. Ja. Ga die gewoon weer op het randje opzoeken, hè. Jongen. Wat een kamikaze koe. Echt waar, om zelf nog te doen. Zelf nog te doen, wees. Wat een doel. Jongen. De bladeren zijn nog steeds niet de andere kant van. Oh. Zo. Hebben we wel eens slabs? Je kunt noem ik op een slab maken als je wil, maar weet. Weet ik. Ik kan 6 maken. Het begint ineens te loeien, jongen. Zo, echt enthousiast. Hij zag mij even zo van die cobblestone slapjes plaatsen en hij denkt, ik ook. Hier, doet hij nog een keer. Wat je leuk vindt, cool, doe maar. Succes dan mee. Nou moet je wel stoppen, cool. Even serieus. Het is goed geweest, ja. Niet op het randje! Heb ik je nou gezegd? Je moeder wordt daar niet blij van. By the way, ik ben je moeder. Wessel is je vader. Hallo? Zo, ik heb 6 cobblestone muurtjes. Oh, 5, 6. Oké, dan gaan we eens even om jou heen plaatsen. Oké, hier afvallen, dankjewel. En dan even iets meer op platformpje gaan. En dan zo. Oh, chips. Blijf! Oh wel, ga je nu verplaatsen. Dan ben je echt een zelfmoordkoer. Dan ben je officieel zelfmoordkoer. Ik moet nog 2 cobblestone voor jou regelen. Dan ben ik klaar. Koe! Volgens mij is hij verplaatst. Ma! Ik weet dat je me wil zoenen, maar je hoeft niet zo te gaan lopen. Oh my god. Ik heb hier precies aan de andere kant van het eiland. Gelukkig hebben we nog niet zo'n groot eiland, anders was het echt gewoon zo van... En dan heb ik ook nog met de bonenmeel van de wereld afgevallen. En daar hebben jullie dan weer niet tussen, hoor.
voorstellen hoe zelfmoord hij is. Nee, daar kun je niet door. Daar hebben we net ook al getest, dus dat hoef je niet meer te proberen. Ook al kun je er niet door, het ziet er toch mooier uit als we het even afmaken. Zo. Nou, Colin, ik denk dat onze uitdaging is gelukt. De koe in leven houden. Nou, dat weet ik nog niet zeker. Hij kan altijd nog een keer doodgaan, want ik weet niet wat we met die koe gaan doen, maar ik wil hem niet op die plek houden daarvoor altijd. Sowieso klein, ik denk niet of niet. Nou, in ieder geval, het bordje staat er ook nog steeds. Oh ja. Alleen het geval bij een bordje is, als je die één keer het bordje eronder breekt, is hij ook kapot. Ja. Dus, je kunt ook niet even dat blokje waaronder die bordje staat, omdat je deur nodig hebt, even weghalen. En we kunnen altijd zien dat dit blijft staan, want dodo skyblock kunnen wij niet schrijven in het blauw. Inderdaad. Dus daarom kun je jullie altijd controleren of dit wel, of het echt blijft staan. Zo, we hebben weer 20. Poe staat nog steeds op zijn plek. Waar was het? Die kan ik niet echt weg. De meloen ga ik omvormen in meloenzaadjes. En dan maak ik even een boom. Zo. En dan gooien we deze erop. En nu gaan we denk ik de rest van de eiland uitdraaien weer. Moet toch groter worden uiteindelijk. Denk ik toch. We waren net met een boom begonnen. En nu staat er al dit. Niet meer. Die kunnen we wel planten. Even een deurtje pakken. Kijken. En opgeklops. Opgeklops. Die staat er weer. Nou, ik denk dat we wel klaar zijn voor deze aflevering. Allemaal bedankt voor het kijken. Oh, wacht. We moeten natuurlijk wel even stel. Dan doen we het ook eens stel. Skyblock hebben wij armor hoor. Ja, het is geen diamond, maar het is leer. Beter dan niks. Allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, laat een like achter. Abonneer als je meer van deze serie wil zien of andere video's van mij als je dit leuk vond. En ja, dan zeg ik nog wel één ding en dat is... Doei! Doei!